Welkom bij Toeristisch Drimmelen, een initiatief van Omroep Drimmelen samen met VVV Biesbos Drimmelen. In deze reportage hopen wij u te inspireren over mooie toeristische plekken die u in onze gemeente kunt vinden. Gaat u met ons mee? In onze gemeente is recreatie en toerisme een belangrijke sector. Jaarlijks komen vele toeristen naar onze gemeente. Ze komen voor een kort of een langer verblijf en verblijven dan onder andere in een hotel, bed en breakfast, de camping camper plaatsen of met de boot. Toeristen die naar onze gemeente komen, komen vooral voor de natuur. Ze komen hier om te fietsen, te wandelen of om te varen. In deze reportage nemen wij mee voor een mooie wandeling in onze gemeente. In onze gemeente hebben we heel veel natuurgebieden. Denk even aan natuurgebied De Worp, de eendekooi in Ter Heide, maar ook de Zonshilse polder, het gat van de Ham. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Die wij hier in onze gemeente hebben. Wandelen is erg populair in onze gemeente. Of je het nou voor een korte wandeling houdt of van een lange wandeling, het kan allemaal. Een wandeling van 3-4 kilometer, maar ook een lange wandeling van 10 of 15 kilometer, het kan allemaal in onze gemeente. We hebben heel veel mooie routes daarvoor. Als VVV adviseren wij u graag in wat de mogelijkheden zijn. We hebben een mooie folders daarvoor en die kunt u ook gratis bij ons ophalen. Een wandeling kunt u maken niet alleen alleen, maar ook met een gids. Het leuke van een gids is dat de gids u onderweg vertelt over de historie, de natuur en alles wat u tegenkomt. Het is superleuk om daar een keer gebruik van te maken. Onlangs hebben wij de route gelopen door de Zonzeelse Polder. Het is een route vol historie die gaat over verharde en onverharde wegen. De route is ongeveer 7 kilometer lang. De route loopt via de reeweg waar onder andere de windput ligt. De put met het strand is een geliefde plek. Vooral in de zomermaanden zorgt het water met het strand voor een heerlijke verkoeling. Het gebied wordt door een groep vrijwilligers onderhouden en is eigendom van Staatsbosbeheer. De route loopt via de spoorlijn naar Hoge Zwaluwen en gaat weer terug naar Lage Zwaluwen. Respect voor de natuur is belangrijk. De vele dieren die hun leefgebied in onze gemeente hebben gevonden, willen we zo min mogelijk verstoren. Respect voor de natuur vinden wij belangrijk. De vele dieren die hun leefgebied in onze gemeente hebben gevonden, willen we zo min mogelijk verstoren. Daarom vragen we aan iedereen die de natuur ingaat: houd je aan de regels en zorg ervoor dat je geen overlast veroorzaakt. Wij hopen u met deze reportage geïnspireerd te hebben. Natuurlijk zijn er nog tal van andere mooie wandelingen in onze gemeente mogelijk. Alleen of samen met de gids, het kan allemaal. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Laat het ons weten en wij delen graag uw foto's op onze social media. In onze gemeente worden veel evenementen georganiseerd. Wij hebben de bij ons bekende evenementen overzichtelijk op de website gepresenteerd. Neem gerust een kijkje op de website www www.vvbisbolsterimmelen.nl. En wie weet komen we elkaar tegen op een van de evenementen die in een van onze kernen worden georganiseerd. Tot de volgende keer bij een reportage die we dan maken over de zwarte schuur. Ik weet zeker dat we u ook dan weer zullen inspireren.